Brand woensdagochtend in de parkeergarage aan de Spuitboulevard. In de garage achter het stadskantoor ontstonden er vlammen onder de motorkap van een auto. De brandweer schaalde op naar middenbrand en liet twee blusvoertuigen uitrukken. Het vuur was snel onder controle en daarom kon één voertuig al snel vertrekken. Twee omstanders hadden rook ingeademd en zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. De parkeergarage was vanwege de brand tijdelijk dicht.